van mij. De meeste van jullie weten wel dat ik nu bezig ben met zo juwelen maken, met zo ja, kettingen en armbanden en chokers vooral. Dus daarom dacht ik om vandaag eens een video voor jullie te maken waarin ik een choker ga maken. Jullie hebben waarschijnlijk al gezien dat ik nu een choker aan heb. Ik heb hem zelf gemaakt. Dit is mijn choker. Ik heb hem zelf gemaakt. Je ziet zo ja, het bedeltje hangen. En hier zijn er dus voorzichtige kralen. Hier ook, hier ook. En dat zijn witte kralen. Een rekbare elastiek. En ja, ik vind het echt heel leuk om te maken. Een choker die ik zelf heb gemaakt. En ja, vandaag ga ik tonen hoe ik die chokers maak. Hier ben ik dan weer. Ik heb de camera een beetje anders moeten zetten en een beetje moeten draaien zodat jullie de tafel konden zien. Anders kon ik niet tonen hoe je een choker moest maken. Dus ja, laten we beginnen. Het eerste wat je nodig hebt om een choker met kralen te kunnen maken is kralen dat je mooi vindt met een mooie print erop of gewoon een leuk kleurtje zoals ik in dit doosje heb zitten. Gelijk dit zijn allemaal kleine kraaltjes. Het tweede wat je nodig hebt om een choker te maken is een soort doorzichtig of een wit of een kleurtje dat jij leuk vindt. Rekbaar touwachtig iets. Het hoeft natuurlijk rekbaar te zijn omdat het rond je hoofd kan. Want als je het niet rond je hoofd kan, gaat het ook niet. En als het niet rekbaar is en als het te groot is, is het een soort van kleine ketting. Dus dan maak je geen choker meer, maar gewoon een kleine ketting. Dus ja, je mag zelf kiezen. Maar het beste om een choker te maken met kralen is gewoon een rekbaar touw. Je kan dit gewoon kopen in de Veritas of ergens anders waar je zo'n knutselding kan kopen. Het derde ingrediënt zijn deze drie tangen. Ze zijn nodig omdat je het vierde ingrediënt, de bedeltjes, dus die hier ook in zitten bij mij, eraan moet hangen als je bedeltjes wil aanhangen. Gelijk bij die 8 van mijn choker. De eerste is een kniptang, dat is niet voor de bedeltjes, dat is voor het stuk rekbaar touw of gewoon dingen voor je choker ja, af te knippen. Dan het tweede tangetje is voor het bedeltje, zo dat ringetje dat rond je ding moet toe te knijpen. En dat is om het vast te houden. Dus je houdt het ding vast en dan knijp je het toe. Straks zal je dat nog wel zien als ik de choker op het einde het bedeltje eraan vasthang. Ja, en het laatste ingrediënt heb ik al gezegd bij het derde. Dat zijn dus bedeltjes, als je dat wil of niet. Ik heb ook een choker gemaakt zonder bedeltjes. Dit is mijn choker zonder bedeltjes. Of bedeltje 1 maar. Het is gewoon één rekbare choker die zo gewoon over mijn hoofd kan. En het zijn allemaal gouden pareltjes. Dit is dan mijn tweede choker die ik heb. Ik heb in totaal 3 chokers al gemaakt. Eigenlijk al meer, maar 2 heb ik er hier om te tonen en 1 heb ik aan. Dus ik heb er in totaal 3 om te tonen aan jullie. De rest ligt ergens anders. Dus dit was mijn eerste choker die ik ooit had gemaakt. Dat was zomaar een roze rekbare nog van iets van bandjes van zo prinsessen of zoiets. Dat ik nog had liggen van vroeger. En daar hangt zo'n verenbedeltje aan. En het zijn van die grote parels. Deze zonder bedeltje was van die hele kleine pareltjes. Nu is het tijd om te starten. De eerste stap is, je kijkt hoe lang je nek is voor de choker. En ja, je pakt het ene stuk en een ander stuk. Je doet het zo lang mogelijk. Ik heb nu zo'n stuk rekbaar. Dan doe je het rond je nek, Hans. En je voelt met je vingers waar het stopt. Dus ik voel bijvoorbeeld, hier spant hij genoeg. Hier. En dan moet je, denk ik, een stuk of 3 centimeter bijrekenen. Om de knoop op het einde te leggen en dan af te knippen. Dus ik ga nog eens meten. Zo, ik heb de juiste lengte van mijn nek en nu ga ik het afknippen. Ik pak de kniptang. Pak het stukje en ik knip. Dit is dus heel handig. Echt, een kniptang is heel makkelijk. Een schaar heb ik ook in het begin gebruikt, maar dat knipt niet zo nauwkeurig. Dus ik raad je aan om een kniptang te gebruiken bij een soort juwelen maken. Ik heb dus de draad en op die 2 centimeter dat je bij moest afknippen, zo leg je een knoopje. En als het hele grote openingen zijn van je parels, leg je 4 knoopjes of zo. Ik denk dat dat wel
goed is om 4 knoopjes te leggen dan. Nu leg ik er, denk ik... Ik heb redelijk grote en kleine openingen, dus ik ga beginnen met 3 knoopjes. Anders vallen de paren eraf. Zo, ik heb nu 3 knoopjes gelegd in mijn touw. En nu ga ik kiezen welke parels ik erop wil doen. Deze grote doos heeft heel veel verschillende kleuren. Het zijn meerdere doorzichtige bij deze. Ik weet niet of ik hiervan ga pakken. Ik ga niet uit deze doos pakken, want ik ga niet zo graag met grote parels werken. En dat zijn redelijk grote ronden, dus... Deze ga ik even hier aan de kant leggen. Dan heb ik hier nog een klein doosje. Hier zijn er zo van deze bij. Dat zijn ze in dit doosje. Hier heb ik de bedeltjes. Hier heb ik tussenstukjes. Blauwe, rode. En dat zijn die hele kleintjes die ik zonder bedeltje had. Die twee. Dat zijn de twee enigste, de hele kleintjes. Hier heb ik dan blauwe en hier rode. En ja, dat is dus het kleine waar ik waarschijnlijk uit ga kiezen nu. Dus je hebt nu de parels gezien die ik hier uit dit doosje waarschijnlijk ga gebruiken. Ik ga nog even kiezen welke, want ik heb er heel veel. Als je gekraak hoort, dat is die bal, hè. Ik zet dus op een bal, want anders is het veel te laag. Dat is die bal van de Flying Tiger. In mijn derde video, denk ik, die ik heb gemaakt. Dus je weet ook al van waar die komt. Dus ja, hij wiebelt een beetje en hij kraakt op de grond. Dus denk niet dat het iets anders is. Ik denk dat ik... Ik ga dit roze pakken en ik ga van hier de tussenstukjes gebruiken. Want je moet ook nog een patroon verzinnen. Hier zitten al de roze pareltjes in. Op het einde zul je wel zien hoe ze eruit zien zijn. Zo, ja, roze. Nu ga ik dus de roze parels erop steken. Mijn patroontje gaat denk ik zijn 5 roze parels en dan weer 1 tussenstukje. Eventjes nog deze erop steken. Ik heb nu al een beetje gemaakt en ik vind het eigenlijk echt nog wel leuk. Kijk. Ja, oké, dat is ook prima. Straks ga ik denk ik het geluksbrenger bedeltje gebruiken of het hoefijzer. Ik heb er veel meer, maar ik heb die twee gekozen om uit te kiezen. Ik heb ook nog een bijtje, een piano en zoveel. Maar ik zal dan nog eens een DIY video maken voor YouTube. En ja, dan ga ik nog eens een choker maken of een armband. Of is het een leren choker of zo'n plastic touwchoker. Ik ga het hier wel een beetje mooi leggen. Het is hier gelijk zo een stort van het bureau van Einstein. Ik hoop dat het gaat lukken, want ik heb wel ook al eens gehad. Je maakt zo een choker en je hebt er zoveel werk aan gehad. En dan wil je hem over je hoofd doen en hij springt. Dus al die parels op de grond. Ik heb er maar 3 of 4 van teruggevonden. Dus ja. Of ik heb ook eens gehad dat hij te groot was. En dan hangt hij gelijk een ketting en de knopen waren te stevig dat ze niet meer los konden. Of als hij te klein is, dan spant veel te veel aan uw keel.
En 10, 10, 10, 10, 10, 10. De laatste, woehoe. En nu zitten alle parels erop. Dus perfect, denk ik. Nu ga ik eerst eens passen, want het kan dat hij te groot is. En als hij te groot is, ja, dan is dat niet zo goed. Dus ik ga hier nu een knoopje leggen aan het eind van deze parels. Ik denk nog eens 4 keer of 5 of zo, want het moet goed stevig zitten. Dat ze dan niet afvallen allemaal. Oeps. Ik heb het knoopje een beetje te... Ja. Ik heb het knoopje hier gemaakt in plaats van tegen de parels. Ja. Nu probeer ik dus knoopjes te leggen dat de pareltjes er niet afvallen. Yep. Say hey, hello, dog is my old friend. Na 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 he he, na 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 he he, na 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 hoi. Het is niet mijn schuld, ik ben zo geboren. Een zingende baby, tijdens al de karwei. Een zingende baby. Gewoon als er werk is, of als ik iets moet doen, ik zing. Weet je? Moet het ook eens proberen, maakt het leven vrolijker. Zeker liedjes van Plop, of van K3. Zoals een beetje 10.000 luchtballen. Ik zou het ook eens proberen. Zing gewoon wat je voelt. 10.000 luchtballonnen, luchtkatrollen, luchtballonnen. 10.000 apendrollen zijn op weg naar jou. Ja. Het kan dus nu niet vallen. Nu ga ik het vastmaken en kijken of dat het nu goed vast zit. Beeldje denk ik eerst rond doen. Ja, ik heb hier dus hoeveel bedeltjes? 3 bedeltjes. Een klavertje 4, een hoefijzer en een geluksbrenger teken. Dit zijn de bedeltjes. Dit zijn de bedeltjes. Ik ga nu snel de geluksbrenger eraan hangen. Je pakt de touw en je houdt de touw niet vast. Je pakt de touw en je houdt de touw niet vast. En met deze touw knijp je het open. Oep, maar het kan toch niet zo goed vast. Met deze tang knijp je het open. Zo, nu is het open. Maar ik kan een beetje meer open trekken dat het tussen de touw kan. Zo, ik ga het eind van de plaats 1, 4, 4, ongeveer hier. Dan ga ik hem vast. Heb ik het rond en doe weer zo. Het moet beter vast. Zo. En nu heb ik alles gebruikt en laat hier aan. In het midden. Ik vind hem zelf super mooi. Nu moet ik eerst op het knopje vastmaken en dan is hij af. Zo, de laatste knoop en dan is hij af. Ziezo, hij is af. Nu juist met de kniptang. Nu is hij helemaal af. Dit is dus nu mijn choker geworden. Ik vind hem echt leuk. En nu ga ik hem passen. Ah! Ja. Dus, eventjes aandoen. Ik ga mijn andere choker even uitdoen. Dit is mijn andere choker dus. Hij is even groot. Ongeveer een achterhangertje. Ziezo. Ik heb hem aan en hij past echt perfect. Ik heb nu dus een spiegel gepakt. Ik ga even kijken. Oh wauw, ik vind hem echt super mooi. Ik vind hem super mooi en ik vind het echt super hard geslaagd. Als jullie deze video nu leuk vonden, doe dan snel even een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Als jullie het leuk vinden dat ik DIY's maak, laat het dan zeker achter in de reacties. En dan ga ik er waarschijnlijk nog maken. Sorry voor de laatste tijd dat ik niet zoveel heb gepost, maar er was iets met mijn bewerkingsprogramma, nu nog altijd. Dus het zal misschien nog eens eventjes duren, maar heel leuk dat ik nu weer in kan maken voor jullie. Dag! Muah.